Nou, ik denk dat we op een zeer professionele manier de twee wedstrijden gewonnen hebben. En eigenlijk in Ede, waar we het bangst voor waren, hebben we gewoon 3 punten verschil gehaald. Het was een fantastisch leuk wedstrijd om te zien. En hier waren we denk ik ook herenmeester, voor mijn gevoel. Je moet nog 1 stap maken voor het mooie doel, hè? Ja, er zijn 2 wedstrijden of 3 wedstrijden. Dan heb je, ben je of kampioen van Nederland of je bent tweede. En heel eerlijk, tweede telt voor mij niet. Tweede telt voor jou niet, maar dat roep je al een paar jaar natuurlijk. En dat mag voor een sportman, zeker voor een coach ook. Dit team is gegroeid, mede dankzij die Champions League. Absoluut waar. Op het moment dat je tegen de allerbeste spelers van de wereld speelt, dan lijkt het of dit lichter is. Maar ik moet zeggen dat Polo Beers de huid zeer duur verkocht heeft. In de 4e periode vond ik het rommelig worden. Ja, maar dat heeft ook een beetje met de zenuwen te maken. Je staat er 4 of 5 voor. Je bent eigenlijk sterk. Je weet dat je wel eens in het verleden zo'n slechtere periode gehad hebt. En dat je dan 3, 4 doelpunten ingehaald wordt. Waardoor het gelijk komt, spannend kan worden. En mogelijk wij zondag nog een laatste wedstrijd. Maar dat hebben we kunnen voorkomen. UZSC is ook te pakken. Hè? De Zeil heeft het bijna bewezen vandaag. Ja, weet je wat het is? Er is een groepje van 3, 4, 5 ploegen. Wat eigenlijk allemaal een beetje van elkaar kan winnen. Als de een beetje een goede dag heeft en de ander een goede dag. Dan wint de een van de ander, zo simpel is dat. En Utrecht is een zeer ervaren ploeg met 3 landstitels op rij. Met een ploeg die weinig veranderd is qua spelersarsenaal. En nou ja, zij zijn de te kloppen ploeg. Ik kan nog maar 1 ding zeggen. Maak er een feest van, Ron. Ja, fantastisch. Het is toch super gaaf. En als je kijkt naar het publiek, als je kijkt hoe we met AZC gegroeid zijn met elkaar. Ik ben super trots op AZC Moskou, mag ik rustig weten.